Voorzitter, uit de cijfers van het CBS blijkt dat er zich in het eerste halfjaar van 2022 maar liefst 195.000 immigranten naar Nederland kwamen. Het kabinet is de controle volkomen kwijt. We hebben een wooncrisis, een energiecrisis en de zorg en het onderwijs zijn compleet overbelast. En het wordt tijd dat we ons gaan inzetten voor de gewone Nederlanders, want die hebben het al moeilijk genoeg. We moeten een asielstop invoeren, het vluchtelingenverdrag opzeggen en mensen opvangen in de regio. En daarom wil ik een debat hierover met de minister-president en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.